hoeveel liter koffie denk jij dat een gemiddelde Nederlander drinkt per jaar? In Nederland wordt veel koffie gedronken en ook hier in het Startstart in Amstelveen is het aanbod aan koffie groot. Maar wat is nou eigenlijk het geheim achter dat perfecte kopje koffie? Wat maakt voor jou nou de perfecte koffie? Als hij wel gewoon lekker sterk is. Zo neutraal mogelijk. Het schuim is het perfecte. Als het mooi en goed opgeklopt is en goed warm gemaakt, dan is het heel romig en heel zacht. En dan lost het soort van op in je mond. Starbucks started in Seattle in the late 1970s and it became a super popular brand. Most of our coffees are based on our fair trade espresso beans. So we have lots of different flavors you can add. And even in the summertime, we have lots of frappuccinos, which are our blended beverages made with coffee and a flavor. Bij Dunkin' Donuts schenken wij verschillende soorten koffies, van de normale koffie zoals de cappuccino, de latte, de dark roast, we hebben ook de ijskoffies. Hoeveel liter koffie denk jij dat een gemiddelde Nederlander drinkt per jaar? Zou het rond de 1000 zijn? 50 liter, 60? 260 liter per persoon, oké. Okay. Zo, dat is wel veel, dat is ja. Veel, hè? Ja. De perfecte koffie maakt in mijn ogen de goede bonen, eerlijke bonen, verse bonen, juist opgeschuimd melk. Are you using the right grind? How fine or rough is it for the type of coffee you want to make? And the brewing time, so there's lots of different methods. En uiteraard dat geserveerd met een glimlach. I know the coffee is perfect when I see the espresso shots pouring and they have a beautiful golden brown color. And then you know it's a good creamy shot of espresso.